het zo goed gaat bij Feyenoord of zo slecht bij Ajax? Of een combinatie van allebei. Het is echt een combinatie van allebei, hoor. Ja. Ik wil je niet de grond in stampen, maar het is toch wel triest wat ik zie bij jullie. Nieuws. Heeft u naar de klassieker gekeken? Ja, welke klassieker? Hallo, welke... Ja, ik ben er eentje, hè? Ajax Feyenoord. Ah, nee, ik moet helemaal niks meer van voetballen hebben, nee. Hebben ze gewonnen? Nee, hè, geloof ik niet, hè? Feyenoord of wel? 6-0. Fuck, voor Feyenoord hopelijk. Ja. Ja, ja, ze hebben toch wel gewonnen. What happened? Nou, what happened is dat het... Het is eigenlijk een jaar geleden begonnen. Er zijn spelers gekocht waarvan wij bij buitenveld het zouden zeggen... Nou, als je volgende keer niet komt, is het ook niet zo erg meer. Ze werden helemaal zoek gespeeld. Ze konden geen bal naar elkaar spelen. Het was echt dramatisch. En daarmee als trainer ook volslagen machtloos. Ik bedoel, met Messi zou ik ook de Europa Cup hebben gewonnen. Met Ronaldo win ik ook de Europa Cup. Met Cruyff had ik ook de Europa Cup gewonnen. Je moet spelers hebben. En als je een bepaalde... Dan kun je als trainer wel wat toevoegen. Maar voor Van het Schip is dit een onbegonnen zaak. Ik bedoel, er lopen spelers rond... Die echt totaal niet weten wat ze moeten doen, die de verkeerde kant op lopen. Het is voor die spelers ook dood en doodzielig. Ja jongens, de klassieker was afgelopen weekend in de Kuip. Ja, dat was heerlijk. 6-0. Wat is er aan de hand bij Ajax? Ja, veel. En dat mag ook zo blijven voor mij. Aankomende jaren. Wel lekker. Ik ben Amsterdammer en ik dacht, wat is hier aan de hand? Ziet er nog aardig uit. Vind je nog meevallen? Ja. Nee, maar dit hadden we kunnen weten. Hè. Feyenoord gaat er bovenop. Hè. Dat is een vechtmentaliteit. En de trainer zorgt dat iedere speler toch het maximale geeft. Ja, als je niet kunt voetballen, kun je nog zo goed goede wil hebben. Maar dan lukt het toch niet. Je zit in een gigantisch dilemma. Je moet dus een nieuwe trainer hebben, want ze willen niet door met Van het Schip. Je moet een nieuwe technisch directeur komen. Dus degenen die het gaan bepalen, die zijn er niet. Dus het is een vacuüm, dat wil je niet weten. Ja. Ah, ik vond het wel zielig van John van het Schip. Waarom? Ja, gewoon, die heeft gewoon de gunfactor wel. Een sympathieke vent. Ja, want ze willen van coach wisselen, hè? Nee, dat moeten ze niet doen. Laat ze die jongen nog een kans geven. Dat duurt even een tijdje. Kijk, hij kan er niks aan doen als die spelers niet functioneren. Wat is het dat het zo goed gaat bij Feyenoord of zo slecht bij Ajax? Of een combinatie van allebei? Het is echt een combinatie van allebei, hoor. Ja. Ik wil je niet de grond in stampen, maar het is toch wel triest wat ik zie bij jullie, hoor. He, staan allemaal stil, staan allemaal een beetje te kijken. Dan denk ik, jongens, he, jullie worden goed betaald. Ga er eens voor. Ajax heeft de afgelopen tijd veel nieuwe talenten aangenomen onder Mislintat. Kennen jullie een van die talenten? Kunnen jullie daarvan de naam noemen? Hebben ze talenten? Hebben ze dat? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ja, Hato was niet heel goed in de klassieker. Maar ik moet zeggen, ondanks dat ik een Feyenoord hart heb, Hato is voor mij een goede speler. Hij is nog jong. Hij kan veel bereiken, maar op dit moment is het niet best. Er moeten dus duidelijk nieuwe spelers komen. En dat zeggen ze ook, dat we hebben ontzettend veel goed talent. Maar met talent alleen kom je er niet. Je hebt ervaren spelers nodig. Wat gaat er zo mis bij Ajax? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Het is toch Amsterdam, hè? Ja. Kunnen we dan wel stellen dat het vanaf hier eigenlijk alleen nog maar beter kan gaan met hoe het er nu aan toe is? Nee, je bent nog lang niet op het moment dat het beter gaat. Het gaat alleen, ik vrees dat we nog heel lang dit slechter gaan. Ik bedoel, dit seizoen wordt echt een drama. En dan moet je maar hopen dat er een aantal spelers komen die Ajax echt beter maken. Kunnen we ook gaan degraderen nog? Nee, nou ja, zoals ze gisteren voetbalden zou het wel kunnen. Ik bedoel, Almere City doet het beter. Heb je nou enorm genoten van deze fantastische video en wil je nooit meer wat missen van de mooiste omroep van Nederland? Abonneer je dan hier op dit kanaal en like deze video als je dan toch bezig bent. Is dat lekker?